Arno, 0-3 tegen Utrecht, dat is me wat. Dat is een tegenvaller. Ja, dat is een serieuze tegenvaller. Vooraf hadden we deze wedstrijd toch wel aangestipt dat we die moesten winnen. Zo'n thuiswedstrijd tegen Jong Utrecht is gewoon een must-win voor Helmond. Ik denk dat we in de eerste helft ook nog wel genoeg kansen creëren om voorsprong te kunnen komen. Dat we toch wel de bovenliggende partij waren. Ja, jammer genoeg krijgen we net voor de rust 0-1 binnen. Kan gebeuren. De tweede helft komen we op zich nog wel goed uit de kleedkamer, maar dan valt die 0-2. En dan... Dan breekt er iets. Ja, dan breekt er iets. Ja, op zich kunnen we nog wel terugkomen, maar ik denk dat het gevoel in de ploeg toch wel veel minder was. Dat er nog in zat. We probeerden wel, maar zonder echt veel grote kansen. Ze hebben het denk ik wel goed uitgespeeld, de tweede helft. Ja goed, na maandag, na SC Eindhoven, was al een teleurstelling natuurlijk. Maar dan kun je zeggen van, ja, verdiend voor SC Eindhoven, maar ja. Vandaag ook verdiend voor Utrecht? Ja. Beetje geflatteerd? Ja, ik denk eerst zelfs dat het wel voor ons was. Tweede helft is misschien gelijk opgegaan, spelen zij de counter, creëren zij zo hun kansen. Ja, verdiend. 0-3 is natuurlijk wel een serieuze uitslag. Misschien is het wel verdiend, maar ja, het is gewoon heel pijnlijk. Zeker na de wedstrijd van maandag in Eindhoven moest er wel een reactie komen. Het is echt jammer dat we die niet hebben kunnen geven aan de supporters. Maar er komen nog genoeg wedstrijden om naar boven te klimmen in het klassement. En, ja, ik geloof echt dat we ploeg hebben om nog veel wedstrijden te winnen. Je eigen spel, wat opvalt is, eigenlijk heel vaak een hele sterke eerste helft, heel veel energie. En hoe verder dat de wedstrijd vordert in de tweede helft, zie ik je toch steeds minder aan de bal komen. Ja, ik denk dat in de eerste helft we proberen meer combinaties op de mat te leggen en dat wel makkelijk wordt gevonden. De tweede helft is het vaak, als we voorstaan, is het vaak verdedigen en met de lange bal in de omschakeling. En dan kom ik gewoon minder tot mijn recht. En vandaag ook probeer ik tussen de linies te komen, maar werd er vooral voor de lange bal gekozen. Om zo kansen te creëren, ja, dat is een manier om te spelen. Maar dan kom ik misschien iets minder aan de bal en dat is ja, op zich wel jammer. Ja. Dat betekent dat je vrijdag kort spel moet spelen om Arno van Keijlegom te zien schitteren. Volgende week vrijdag bedoel ik. Uiteraard. Ja. Ja, DVV, in de voorbereiding hebben we er al tegen gespeeld. Hebben we gewonnen. Het is gewoon weer een nieuwe kans om goed te voetballen. Vanaf maandag gaat de focus daarop. Het zou goed voor de moraal zijn om daar een keer te winnen. Ja, en ik geloof er wel in, ja. Dankjewel.